De koningen van de Maya's die waren eigenlijk best wel ijdel. Ze wilden dat ze na hun dood voortleefden en daarom lieten ze allerlei grote tempels bouwen en daarom lieten ze ook steles oprichten, een soort stenen billboards eigenlijk, waarop ze lieten noteren van wat voor bijzondere daden ze tijdens hun leven gedaan hadden. We zien hier een heel mooi voorbeeld van zo'n stele waarbij de koning in het hiërogliefenschrift van de Maya's heeft laten vastleggen wat voor bijzondere dingen hij gedaan heeft. En je kunt hier heel mooi zien aan hoe dat hiërogliefenschrift in elkaar zit. Heel ingewikkelde beeldtekens met ook nog weer allerlei kleine lettergreeptekens erbij. En dat maakt het schrift zo ingewikkeld. Er zijn meer dan 700 verschillende hiërogliefentekens. En daarom is het Maya-schrift ook zo verschrikkelijk moeilijk te lezen. En daarom heeft het ook zo lang geduurd voordat het ontcijferd werd. En we kennen nu 85% van het hele Maya-schrift.